De Raad van Vakcentrales in Suriname, RAFACSUR, vindt dat de overheid niet naar haar luistert. Volgens de coördinator Robbie Berenstein heeft de organisatie in de afgelopen periode een aantal voorstellen geopperd voor de herstructurering van de Surinaamse economie. Berenstein sprak vandaag op een persconferentie die belegd is om de actuele situatie en de invloed daarvan op de vakbeweging breedvoerig te bespreken. Berenstein vindt het opmerkelijk dat de overheid nu tegen de maatregelen van het Internationale Monetaire Fonds IMF is. De vakbeweging was vanaf het begin tegen de recepteur van het IMF, zegt hij. We hebben standpunten ingenomen tegen het IMF. We hebben de regering vanaf het begin gewaarschuwd. En het is alsof men nu pas tot de conclusie is gekomen. Als we horen wat die president zegt over IMF, is men nu pas tot de conclusie gekomen van als een organisatie, hoe ben je? Een organisatie die totaal geen rekening houdt met sociale toestanden, sociale erupties, als gevolg van de maatregelen die getroffen kunnen worden. Getroffen moeten worden. Ja. Daarom hebben we vanaf het begin aan de regering aangegeven van heren, if you want herstructureer, moet je de volgende dingen doen. Want u weet dat ding is begonnen met het verhogen van die nutstarieven. Ja. Als bezuinigingsmaatregelen. Maatregelen met betrekking tot het afschaffen van subsidies om die overheidsbegroting weer een beetje in balans te brengen. Berenstein zegt verder dat de vakbeweging ook aan de overheid heeft voorgesteld om de verschillen gefaseerd uit te voeren. Er moesten ook concurrerende maatregelen getroffen worden in de loonsfeer en de belastingssfeer om de vakbeweging niet te hard achteruit te laten gaan. Geen van deze voorstellen zijn mee. Berenstein. Te veel verspilling. We hebben gewezen op die corruptie binnen de overheid. Pak dat aan. Pak je uitgavenbeleid aan. Ja. Maar daarnaast hebben we ook gezegd, overheid, look op je inkomsten. Want zijn wij het als werkers die voor het grootste deel van die overheidsinkomsten, met op het stuk van de belastingen, zorgen, met name de loonbelasting. Nou, hoe komt een paybelasting? Als je kijkt naar andere vormen van belasting, zoals vermogensbelasting. Ik kijk naar die financiële nota over 2015 of 2016. Loonbelasting is een aantal miljarden, loon en inkomsten een aantal miljarden. Volgens mij was het niet eens 10.000 vermogensbelasting. Om te kijken de scheve verhouding in belastingbetaling. Welke groepen betalen belasting? Dus hoe denk je over dat hier? Lucas Sandati, je hebt mensen die miljoenen verdienen hier. Ze betalen geen belasting. Robbie Berenstein, coördinator van de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAFACSUR. Hij sprak vandaag op een persconferentie ter bespreking van de actuele situatie in het land.